Nou, er gaat heel veel veranderen op het terrein van arbeidsrecht. Er is al veel veranderd en er komt nog veel meer aan. Waaronder bijvoorbeeld die wet werk en zekerheid per 1 januari 2015. Waarin bijvoorbeeld ook het dossieropbouw als ontslagvoorwaarde gaat gelden. Ik denk dat je als ondernemer op 3 niveaus bijscholing kan krijgen. Want bijscholing is een relatief eenvoudige en relatief goedkope oplossing om hier mee om te gaan. De eerste stap is het niveau van kennis krijgen. Je moet weten welke wet gaat veranderen, dat het personeelsdossier ontslagvoorwaarde is. Dat is het eerste. Het tweede niveau vinden we eigenlijk belangrijker. En dat is het stuk waarin je van kennis naar begrip en inzicht gaat. Derde niveau is als je in je eigen organisatie aan de slag gaat met personeelsdossier, dat je ook daar heel specifiek stuk maatwerk bijscholing in kan krijgen door bijvoorbeeld die rechter en die advocaat een in-company cursus te laten geven. Als docent bij Permaduc hebben wij heel veel verschillende cursisten in de zaal zitten. Dat kunnen PNO'ers zijn, directieleden, soms ook financieel directeuren. En die willen worden bijgepraat over het arbeidsrecht, maar die willen met name eigenlijk weten hoe lossen wij onze ellende op de werkvloer in de praktijk op. En wij zijn dan samen met een aantal advocaten en een rechter en nemen dan gedurende eigenlijk een hele dag hun casuïstiek door. En geven ze praktische oplossingen hoe ze de ellende op de werkvloer uiteindelijk moeten oplossen. Iedere onderneming krijgt op een bepaald moment te maken met ellende op de werkvloer. Het kan op individueel niveau zijn of een grote reorganisatie. De vraag is wat je gaat doen als ondernemer op het moment dat die ellende ontstaat. Ga je dan een advocaat inhuren of zorg je ervoor dat je de kennis en de kunde in huis hebt gehaald om niet alleen een stuk van die ellende voor te zijn, maar ook om, als de ellende ontstaat, het traject zo succesvol mogelijk te kunnen afsluiten.